Dan had je ledenraad van Unive en je had mij uitgenodigd. En niet Inge de Lange, maar hoe beviel ik bij de leden? Nee, erg goed. Een hele leuke bijeenkomst. Veel nieuwigheden. Voor een aantal leden was het echt helemaal nieuw. Maar het is wel de toekomst en heel goed om iedereen daarop te hebben voorbereid. Dus ik heb ook heel veel positieve reacties gekregen. Van, oh, kan dit allemaal? Ja, en daar deed je het uiteindelijk voor. Ja, en het grappige was, je had ook meestal heb je oudere mensen die kwamen. En er waren ook wat jongeren nu bij, hè? Ja, en die waren ook heel enthousiast. En wat ik ook leuk vond, speciaal voor jou. Dus dat toch iets speciaals. Dat ze zeggen van, ja, nee, maar dit willen we toch meemaken. Wat wordt er verteld? Waar gaat het naartoe? En die nieuwsgierigheid is ook wel heel mooi om te zien. Ja, dan heb ik ook wat mensen gevraagd of ze nou Unive direct gebruiken, of Unive, mijn Unive gebruikten en de winkels en dat. Is dat handig om dat gewoon zo'n interactie te doen met de zaal? Ja, ik denk het wel. Maar als je ziet, van de reacties zijn toch heel wisselend. Sommige mensen die zeggen, ja, ik ben nog nooit in zo'n winkel geweest. Anderen die zeggen, ik kom er bijna altijd. Het verschil is groot. Maar je kunt er wel een dialoog over starten. En dat is wel het goede van die vragen. Dus op een hele subtiele manier kun je gewoon dialoog starten. Ja, wat is nu jullie strategie als Unive Oost? Wanneer gaan jullie implementeren? En wat is jullie manier om zeg maar naar voren te blijven? Nou, we hebben al experimenten gedaan met de chatbot. We zijn bezig met videochat om veel meer de digitale manier van communicatie te zoeken. Ja, de winkels houden we wel, maar de vorm zal wel enorm gaan wijzigen naar de behoefte van de klant. Waarbij we veel meer in de communicatie inzetten op de nieuwe communicatiekanalen. Ja, en jullie beginnen, maar jullie zeggen hier in het oosten is het 2 jaar loop je achter. Over 2 jaar komt uit wat de Randstad, is 2 jaar later hier populair. Ja. Ja. Dus je kunt je een beetje voorbereiden. We kunnen het een beetje voorbereiden. We zien daar de trends en ontwikkelingen. En daar wachten we op. We proberen wel zo snel mogelijk voorop te lopen. Dat we meedoen in de ontwikkeling. Daar kun je invloed uitoefenen. Maar met de implementatie kunnen we het heel zorgvuldig plannen, communiceren. En dat is ook wel goed om de tevredenheid goed te houden. Dank je.